Het is een heugelijke dag voor ons. Allereerst is KVK nieuwjaarsreceptie, een jaarlijkse traditie voor de KVK Business Club. Dus voor alle mensen, bedrijven die KVK als club heel hard ondersteunen. Ons KVK-hart staat vandaag net iets harder, maar we hebben toch wel, denk ik, fijn positief nieuws. We hebben effectief het contract afgerond, we hebben de besprekingen afgerond en we gaan effectief de komende 3 jaar terug de vierde trotse hoofdsponsor van KV Kortrijk zijn. AGO has been a very stable company and has been a great partner for the last 3 years. We share the same values with them. So when we were approached to extend the contract, I mean, we didn't have any doubts at all and we just go for it. Net zoals AGO een Kortrijks bedrijf is, KV Kortrijk de club van Kortrijk is en dat is een verhaal dat klopt, dat versterkt elkaar. En in die optiek proberen we ook elkaar te gaan versterken als organisatie. De organisatie KV Kortrijk, de organisatie AGO Jobs en HR. En daar worden we eigenlijk echt met z'n beiden hopelijk beter van. It's always a pleasure to come here. There's always good food here. They always make us feel very welcome. We got them to visit Cardiff and see what we have in the football empire. They also came to Malaysia and they met Mr. Tan. So in terms of friendship and our relationship, it's just more than just a sponsorship, you know.